We zijn de jaren 10 voorbij van de vorige eeuw. En dan weet u het wel, dan breekt langzamerhand de Eerste Wereldoorlog aan. Nederland komt daar redelijk door. Wij waren immers neutraal. Maar dat kostte wel de nodige moeite. Over het begin van de Eerste Wereldoorlog is een lied geschreven. Of over het einde daarvan eigenlijk. En dat gaan we zo meteen voor u zingen. Maar ook koningin Wilhelmina schrijft uiteraard over de Eerste Wereldoorlog. Zij schrijft: voor ons nietsvermoedende volk kwam de tijding van het uitbreken van de wereldoorlog als een donderslag uit een heldere hemel. Zelfs de meer ontwikkelden waren toen weinig op de hoogte van de politieke vraagstukken die zich buiten onze grenzen voordeden. Ook zij werden door de rampzalige ontwikkelingen opgeschrikt. Toen einde juli het onheil losbarstte, bevond ik mij op het Loo. Mijn man was varende in de Noorse wateren. Hij had juist een bezoek gebracht aan Rusland, waar hij een van de laatste gasten van de ongelukkige tsaar Nicolaas II heeft kunnen ontvangen. En was nu op rondreis door de Scandinavische landen. Dus terwijl de ellende begon, waren ze nog gewoon even gezellig op familiebezoek in Rusland. Daar dacht het volk natuurlijk wel anders over in die tijd. Er brak honger uit langzamerhand. En koningin Wilhelmina was bezorgd, ook over de gewone mensen. Zij schrijft hierover: ofschoon onze landbouw deed wat ze kon, was er ons in 1917 bepaald gebrek aan voedsel en aan eerste levensbehoeften. Als het ware een voorproef van wat ons volk te lijden zou krijgen in de Tweede Wereldoorlog. Zozeer was toen de blokkade verscherpt. Hoezeer wij ook protesteerden tegen het onrecht een neutraal land aangedaan, ons beroep was of vergeefs of wij werden onvoldoende geholpen. Onze scheepvaart en voedselvoorziening lagen op het laatst nagenoeg stil. En hoewel buiten de oorlog heerste er bij ons steeds nijpende voedselschaarste. Had deze situatie langer voorgeduurd, een hongersnood zou zijn ontstaan. Het lied dat wij van u gaan zingen heet Het Wijnglas, geschreven door Dirk Witte. En dat laat inderdaad zien hoe het volk lijdt terwijl de machtigen der aarde met het wijnglas in de hand de oorlog voeren. Zoveel tonen
deze oorlog.